VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. VVV speelt donderdag tegen Ajax. Daarom vandaag in VVV TV een voorbeschouwing op die wedstrijd in Amsterdam. Maar eerst terug naar afgelopen zaterdag. De wedstrijd tegen Heerenveen. Beelden van VVV Heerenveen mogen we helaas nog niet laten zien. Wel kijken we met de hoofdrolspelers terug op de met 0-2 verloren wedstrijd. Een duel met twee incidenten die het verloop grotendeels bepaalden, zei trainer Maurie Stijn direct na de wedstrijd al. Ik denk dat het op zich redelijk gelijk opging. Misschien Heerenveen iets meer balbezit, ook iets meer kwaliteit denk ik aan de bal. Maar ik denk dat wij daar een goede dosis werklust tegenover stelden. Zeker als je dat vergelijkt met de wedstrijd tegen Sparta. Vond ik wel dat we ons revancheerden. Ja goed, dan gaat het uiteindelijk weer om kansen benutten. En dat hebben we tegen Sparta nagelaten. Ja, en nu heb je ook weer een hele mooie kans door middel van het penalty op 1-0 te komen. Ja, dan natuurlijk het moment met die wat natuurlijk dubieus is. Ik denk een snoeiharde tackle. Wel terecht geel was, hoor. Het was geen rood of dat helemaal niet. Want ik veroordeel de tackle ook helemaal niet. Dus daar wil ik ook geen misverstand over laten bestaan. Want ik hou van mannelijk en van stevig voetbal. Alleen ja, door die tackle is de schoen kapot. Zit er een gat in de voet van uiteindelijk 6 hechtingen. Ja, en zijn wij Lennart 3-4 minuten kwijt, waardoor Heerenveen scoort. Dus ja, dat vind ik wel een cruciaal moment, vandaar dat ik dat ook besproken heb. Van, ja, misschien moeten we daar eens over nadenken als een overtreding dusdanig duidelijk is dat er een gele kaart wordt getrokken en ook echt een behandeling nodig is. Om dan misschien ook wel degene die de tackle maakt even eruit te halen, want dan is het meest eerlijke, lijkt mij. Maar goed, die regel is er nog niet en daar hadden wij denk ik nu nadeel van, een 1-0 achter. En dan ga je door middel van wat wisselingen proberen te forceren. Dat betekent ook dat je veel ruimte weggeeft achterin. En zij hebben heel veel kwaliteit voorin en op middenveld. Om dat uit te spelen, nou, dat bleek dan ook. Dus dat was wel een gemiste kans om ons, vond ik, te revancheren van de wedstrijd tegen Sparta. Ja, met die incidenten misschien ook wel. Het lijkt misschien een beetje of jullie op deze fase van de competitie iets minder geluk hebben dan in de eerste fase. Hoe zien jullie dat? Ja, ook. Kijk, je kunt over een heel seizoen, vind ik, nooit over geluk of pech spreken. Want uiteindelijk na 34 wedstrijden sta je toch wel meestal waar je hoort te staan. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat alles wat aan de eerste 20, 25 wedstrijden de goede kant op viel. Dat valt nu niet de goede kant op. En dan is het uiteindelijk ook in balans. Dus zo loopt zo'n seizoen nou eenmaal. En dat is jammer, want ja, ik had echt een goed gevoel. En ik denk ook dat ik een ploeg heb gezien die er alles aan heeft gedaan om die wedstrijd te winnen. En met veel energie en veel durf gespeeld. Maar helaas mocht het niet zo zijn deze keer. Voor Clint Leemans was het missen van de penalty extra zuur. De topscorer van de club miste een week eerder tegen Sparta ook al vanaf 11 meter. Ik denk dat het altijd zuur is als je een penalty mist. En zeker 2 keer op rij. En vorige week kon ik het nog goed maken met 2 doelpunten. En tegen Heerenveen liep het niet zoals ik zelf wil. En die wedstrijd heb je ook wel eens tussen zitten. Hoe ging het bij de penalty? Beschrijf het eens. Was het anders voor jou? Voelde het anders aan? Ja, kijk, ik miste natuurlijk vorige week, dus dan ga je toch nadenken van, moet ik niet iets anders gaan doen? En ik normaal kijk ik altijd naar de keeper en nu schoot ik hem gewoon vast gewoon in de rechterhoek. En iedereen zelf van, ja, waarom stap je af van wat je normaal altijd doet? En achteraf is dat natuurlijk stom geweest en ik moet gewoon doen wat ik altijd doe. En heb ik al vaker een penalty gescoord en nu ging ik andere dingen doen en was hij makkelijk houdbaar voor de keeper. En nu? Ja, en nu? Ik denk als je 2 keer op rij mist, moet je denk ik achteraan sluiten in de rij. Maar ja, als het aan mij ligt, neem ik gewoon nog. Ik heb bij RKC vorig jaar in die promotiewedstrijd, daar was de meeste druk denk ik. En daar wist ik toen wel mee om te gaan. En tegen Feyenoord voelde ik ook veel druk. En dat zijn denk ik de 2 penalties waar ik het meeste druk voelde. En, uiteindelijk nu mis ik 2 keer achter elkaar en dan kan ik het wel begrijpen dat andere jongens nu denken dat die gaan nemen. Maar ja, als het aan mij ligt, dan wil ik nog steeds een penalty nemer zijn. Wat heb je gezegd tegen hem? Ja, dat hoort bij voetballen. En ik heb dat ook in de rust aangegeven. Clint
pakte daarna een gele kaart. En ja, is bij ons ook nooit discussie geweest of Clint de penalty wel of niet mocht nemen na de misser tegen Sparta. Want ja, hij heeft zoveel penalties genomen in zijn leven, staat ruim in het voordeel. Ik geloof dat hij er nu 20 heeft genomen of 22, heeft er nu in totaal 3 gemist. Dus ja, weet je, na één misser ga je als trainer niet gelijk, vind ik, optreden. Want iemand een kans geven om zich te reverseren. En ik heb in de rust met name aangegeven dat hij gewoon met de les moet blijven. Dat hij geen tweede gele kaart moet pakken. Want dit hoort ook bij volwassen worden. Clint is nog jong. Eerste jaar Eredivisie. En dan moet je dit ook leren. En uiteindelijk heeft hij dat wel goed gedaan. Want ja, vorig jaar hebben we het nog een keer meegemaakt tegen Jong PSV. Hè, dat hij ook een beetje ongelukkig was. En eigenlijk al vrij snel tegen de tweede gele kaart aanliep. Ja, dat mag hem niet overkomen. Nou, dat is hem nu ook niet overkomen. Dus en nogmaals, ja, zo'n penalty, dat gebeurt ook in de sport. Nou goed, nu zijn het er 2. Wie gaat de volgende nemen? Nou, zo klinkt niet, omdat hij geschorst is donderdag. Dus daar gaan we iemand anders voor aanwijzen. En daarna zullen we wel kijken richting de wedstrijd tegen Roda wie zich sterk en goed genoeg voelt. En Clint voelde zich goed, voelde zich sterk. Nou, en nu ga je het daar met hem over hebben. Van joh, hoe zit je erin richting de volgende penalty? En dan moeten we misschien iemand anders aanwijzen. Maar dat is pas voor later orde. In iedere reguliere uitzending van VVV TV op dinsdag stellen we een elftal vragen aan een VVV-speler. Volgende week is dat Roel Jansen. En ondertussen kun je ook een leuke of originele vraag insturen voor Danny Post of Vito van Krooi. Doe dat via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem bijvoorbeeld op te nemen met je telefoon. VVV heeft nog 3 wedstrijden om een mooi seizoen niet als een nachtkaars uit te laten gaan. Te beginnen donderdagavond tegen Ajax in de Arena in Amsterdam. We hebben het denk ik hartstikke goed gedaan, ook thuis tegen Ajax. Uiteindelijk konden we na volgens mij een minuut of 65 hadden we gewoon moeite om het te belopen. Dat was de derde wedstrijd van het seizoen. Nou, wij zijn weer een stuk verder. En willen die wedstrijd aantreden met in ieder geval de bedoeling om een goed resultaat te halen. En dat uiteindelijk zal dan blijken hoe die wedstrijd verloopt. Ik denk dat Ajax een enorme klap heeft gehad natuurlijk afgelopen weekend tegen PSV. En ik denk dat daar heel veel te halen valt voor ons nu. En ik denk ook dat we ook daar gewoon kunnen gaan stunten. Het kan zijn dat ze super gebrand zijn om zich te motiveren. Omdat ze aan het eigen publiek willen zien dat het... dat ze heel snel de teleurstelling weg willen spelen. Het kan zijn dat ze nog in de teleurstelling zitten. Feit is ook dat zij de punten nodig hebben om op die tweede plek te blijven staan. Die week daarna krijgen ze AZ. Dus ik verwacht wel een gemotiveerd Ajax. Het lijkt mij dat het wel een groot impact heeft op het team. Die jongens zullen erg down zijn. En kijk, het zat er natuurlijk wel aan te komen met de punten die PSV voor stond. Alleen ja, zo'n tik 3-0 verliezen... dat PSV kampioen tegen je wordt, dat lijkt mij toch wel pittig. Alleen wat ik zeg, ik denk dat ze thuis voor het publiek nu zeker zichzelf willen revancheren. VVV kan historisch schrijven als er punten gepakt worden tegen Ajax. De laatste keer dat gebeurde was in 1958. Door een doelpunt van Faas Wilkes werd het toen 1-1. Winst was er 2 keer in de beginjaren van het betaald voetbal. In 1954 en 1955. Dat is ook mooi om te weten, dat als je naar een resultaat haalt, dat je wederom een stukje historie gaat schrijven. En dat hebben we al een aantal keren gedaan, vorig jaar en dit jaar. En dat is hartstikke mooi als je dat als ploeg zijn op je palmaris kan schrijven. Maar voor ons is het allerbelangrijkste dat we erin blijven. En of dat nou donderdag gebeurt of dat het bij de andere wedstrijden gebeurt of tegen Roda gebeurt, dat is voor ons het allerbelangrijkste. En ja, die historische feitjes zijn leuk, maar ik heb liever de zekerheid dat we erin blijven. Ja, volgens mij hebben we al wat geschiedenis geschreven dit jaar. En dat is alleen maar voor de statistieken natuurlijk. Je weet dat het een heel moeilijke wedstrijd wordt. En voorafgaand aan het seizoen zijn dat niet de wedstrijden waar je denkt, daar gaan we de punten halen. Alleen het is wel voor de meeste jongens ook... een mooie wedstrijd, zeg maar, omdat je daar toch voor hebt gedaan om de Eredivisie te gaan spelen. Nou, voor jou helemaal, denk ik, als Amsterdammer. En als ik het goed heb, nog nooit eerder gespeeld in de Arena. Nee, klopt. Vaak genoeg op de toekomst, maar nooit in de Arena. En dat is toch speciaal. Veel familie en vrienden op de tribune en een keer dicht bij huis, waar je eigenlijk normaal altijd best ver van huis speelt. Dat is echt wel een datum in de agenda die jij snel omcirkeld had. Ja, ikzelf en de familie ook. En er waren al vroeg veel kaartjes gekocht. En dat is speciaal en leuk. Dat zijn de wedstrijden. En waarschijnlijk
ja, je had er van tevoren misschien nog gedacht van dat Ajax misschien nog meedeed in het kampioenschap. En dat is nu voorbij. Dus het is wat dat betreft wel een wat aparte wedstrijd, denk ik. Alleen, ja, het is een mooie affiche en zeker leuk om te gaan spelen. Jansen en Promes, die niet fit genoeg waren om te starten tegen Heerenveen, verwacht Stijn er weer bij donderdag. Clint Leemans is geschorst voor de wedstrijd tegen Ajax. Ik ga vanaf de tribune kijken, maar ja, zo'n wedstrijd, ik baal er enorm van. Dat ik was een beetje frustratie, die gele kaart, na die penalty natuurlijk. En ik wist al hoe laat het was, ik baal er echt van. En, ja, dit zijn wedstrijden waarvoor je het doet, maar ik denk ook dat ze zonder mij zeker dat resultaat kunnen halen. Nog een jaartje wachten. ja, ik ga ervan uit dat we erin blijven, dus dan speel ik volgend jaar maar in de arena. Punten werden er dus al lang niet meer gepakt in Amsterdam door de Venlonaren. Ook doelpunten zijn spaarzaam. De laatste dateert uit 2007 van Karim Soltani. Wij sluiten af met de laatste ontmoeting tussen Ajax en VVV. Terug naar 17 november 2012. Maguire, goede paas van Joppe. Goede voorzet, maar de bal valt, ja, voor Van Haren nog. Die moet hem dan weer terug voorgeven. Bijvoorbeeld op Kullen, maar daar wordt verdedigd. Turk dan. Die schiet de bal tegen Van Rijn op. Maar VVV drukt Ajax terug. Boerichter over de muur. En in het doel. Het is 1-0 voor Ajax. Zijn eerste van het seizoen. 45 minuten houdt VVV het heel goed vol. Creëert Ajax helemaal niks. Maar de eerste vrije trap, de eerste kans van de tweede helft is meteen raak. Schön. Blind. Wordt aangemoedigd om vooral zelf te schieten. Kullen. Ja, dit is een countermogelijkheid. Want Wildschut ligt op snelheid. Moet nu de bal krijgen. Met Paulsen. Wildschut is sneller. Wildschut. En hij scoort niet. Dan is Sillessen dus met die ene kans die VVV voorlopig heeft gekregen. Wel paraat. Maar dit was precies waar de ploeg van Lokhoff op loerde. Lukoki, De Jong, Hoessen en het is 2-0 voor Ajax. Zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax beslist de wedstrijd. Er is iets van applaus voor Ajax, want dat wint. En Hoessen maakte zijn eerste voor Ajax. Boerichter maakte zijn eerste van het seizoen. En daarmee zijn alle positieve punten over deze wedstrijd wel gemeld. VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het vervoerscollege Venlo.